Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. De Vlogfamilie Kik heeft al 86 volgers, maar dat worden er vast snel meer. Ja, maar wij kunnen dus 1500 subscribers bij jou kopen voor 300 euro. En het is dan niet te herleiden naar India, toch? Ik bedoel, dat is 100% veilig. Ja, dat is 100% veilig. Dat kan nooit iemand herleiden. Okay. Serieus? Zitten jullie nou YouTube-subscribers te kopen uit India? Dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Het is gewoon vals spelen. Alle bekende vloggers doen dat. Iedereen koopt al subscribers op de zwarte markt. Ja. Hey, we doen het ook voor jullie, hè? Jullie gaan er ook voordeel van hebben. Jullie zijn echt nog triester dan ik dacht. Hey, kikkertjes, wij zijn de familie. Yeah. En we gaan vandaag echt een supercoole challenge doen. Ja, we gaan 24 uur overleven op het dak. Ja. En we gaan verkleed als Sinterpieter. Ja, het wordt echt zo ontzettend vet. We gaan dus verkleed als Sinterpieter op het dak. Ja. En nemen we allemaal lekkere broodjes mee en snacks. En dan gaan we daar ook echt slapen, hè? In slaapzakken en op matjes. Hé, hey, en moet je bedenken, als de kinderen uit de buurt ons zien... Ja. Die worden helemaal gek. Ja, joh, die denken natuurlijk dat ze de echte Sinterklaas en Pieter zien. Ja, Wat is dat? Challenge doen. Ik kan niet, ik heb morgen een toets. Nou, dan melden we je morgen ziek. Het is al een inhaaltoets. Joh, dat maakt niet uit, want je bent vlogger. Dat vinden ze op school helemaal niet erg. Jawel. Nou, we gaan dus 24 uur lang overleven op het dak als Sint en drie pieten. Nee. Ja, ja dat moet echt lachen, jongen. Hé, hey, dan ben jij een schimmel. Hé, hey, kom eens bij Sinterklaas op schoot. Of ben je staat geweest? Hij is echt zo gek als de deur. Ik ga dit echt niet aantrekken, hoor. Ja, en nou ga je meewerken, anders pak ik je telefoon af. Ik haat jullie echt. Nou, kom op. Daisy! Nou, hey, zijn we dus echt op het dak. Dit is hoe de echte Sinterklaas zich ook voelt. Sinterklaas heeft ook nog een paard. Ja, nou, hey, ga ik toch bij jou op je rug? Hey. Kom, paardje, kom op. Nou! Hey, hatje, paardje! Kom nou! Nee, dan moet je bij hem doen. Hij is toch de schimmel? Oh ja, hier dan. Hey, kijk dan, ik ga door de schoorsteen heen klimmen. Ja, dat past nooit. Nee, natuurlijk niet. Je bent veel te dik. Nou. Leuk toch, hè? Zo'n familie-challenge. Gewoon lekker met z'n vieren gewoon lekker op het dak. Gewoon gekke dingen doen, gekke kleren aantrekken. Een beetje smink op. Ja. Smink op de kop. Ja, ja, weet je wel. Zijn gouden momentjes, vind je ja, niet? Vroeger waren we altijd Pietjes aan. Ja. 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 Dus. Nou. Slaapkamer van Daisy. Hey, wat heb jij nou op je nachtkastje liggen? Oh. Pak die peuken. Daisy! Sinds wanneer ook jij? Stiekem het. Hop. Pieter gaat altijd overgooien met cadeautjes. Doe dan. Even lekker zo. Hey, doe even als een Pietje. Even gek doen. Als een Pietje. Hey. Hey. Lekker gek ja, als een ja, Pietje. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hey, als dan. Een Pietje gooien. Doe dan. Hero, hey, hero. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Kijk, kijk eens. Gooien, gooien, gooien. Gooien. Gooi gooi hey. Hey. Oh. 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 Michael. Michael. Gaat het wel? Het was wel echt heel cool, hoor. Hey, voor de vlog. Hij had wel dood kunnen zijn, mam. Ach, wel nee. Hij had wel tegen een stootje, hè. Nou, hij is kennelijk toch wel heel erg hard gevallen. Want hij heeft dus en zijn arm en zijn been gebroken. Blijf je filmen, dit. Doei, mam. Wat ga je doen? Leren voor de toets van morgen. Oh ja, natuurlijk, joh. Gaan we weer lekker leren. Nou, als je dit een leuke video vond, geef dan even een duimpje omhoog en abonneer je eventjes. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Doei, doei. Likes. Ja. Like. Ja, like. Juf Harda is een vloggende juf. Overdag geeft ze les aan groep 8. Kinderen, ik heb van sommige van jullie ouders begrepen dat zij niet willen dat hun kinderen in beeld komen in mijn TikToks. Als ik iets belangrijk vind, is het respect voor privacy. En ook als jullie zelf een TikTok maken, controleer dan altijd dat mensen niet ongewenst in beeld komen. Nu kan ik de kinderen die niet in beeld mogen onherkenbaar maken in de computer. Dat heet blurren, maar dat is zeer tijdrovend. En daarom wil ik vragen of de kinderen die niet in beeld mogen even willen wachten op de gang. En dan kan ik hier met de rest van de kinderen een TikTok-dansje opnemen. Dus nu, alle kinderen die niet van hun ouders in beeld mogen, of de kinderen die zelf niet willen, even wachten op de gang.
gang, stoer. Ik doe het alleen eentje. Ik ga wel in mijn eentje een TikTok-dansje opnemen. Veel leuker. Bedankt. Bedankt. Hallo kinderen, juf Harda hier. Door de week geef ik les aan groep 4 en 8 op basisschool Het Hoentje. En elke zaterdag zet ik een vlog online voor de leergierige leerling. Zoals jullie zien sta ik voor een prachtige brug. En dat is omdat ik jullie iets wil vertellen over bruggen. Verschillende soorten bruggen, maar ook over het belang van bruggen in de geschiedenis voor het verbinden van mensen en steden. Bruggen zijn ook een zeer geliefd onderwerp bij gedichten en liedjes. Denk bijvoorbeeld aan... London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Zie daar. Een jongeman is de brug aan het besmeuren met een verspuitbus. Afschuwelijk. De schoonheid van de brug zo te bezoedelen. Altijd recht vandaan. Ik ga onmiddellijk ingrijpen. Deze brug. Van wie is die buur? Van wie? Wie? Jou of de gemeente? Hallo, van de gemeente, van de gemeente. Dus wie gaat dit schoonmaken? Ik. Wij gaan samen schoonmaakspullen kopen. En je gaat het helemaal perfect schoonmaken. Totdat ik er niks meer van zie, is dat duidelijk? Ja. Neem voor deze fles nog maar een fles extra. Ja, maar zo'n fles kost 10 euro. Schiet op! Oké. Okay. Betalen! Ja. Schiet op! Ja. Waar was ik ook weer gebleven? Oh ja, bruggen. Misschien is er bij jou in de buurt wel een brug die je mooi vindt. En misschien weet je wel hoe die brug heet. Veel bruggen hebben namelijk een naam. Zet het in de comments. En vergeet je niet te abonneren op mijn vlogs wanneer je dat nog niet gedaan hebt. Dag hoor. Doorgaan, schrobben jij! Reviewer Martin komt elke dag naar de winkel van Bea om spulletjes te kopen voor zijn vlogs. Hey Bea. Martin. Ik heb er wat gevonden hoor. Ik heb een vraagje. Verkoop jij misschien paracetamol? Nee, was ik helaas bang voor. Nee. Ik heb last van voorhoofdholteontsteking, zeg, hier. Moet je dan niet even naar de huisarts? Ja, daar heb ik natuurlijk geen tijd voor. Ik moet mijn vlog afmaken. De mensen moeten wat te kijken hebben morgen. Binnen. Kan je nou niet één dagje vloggen overslaan? Kijk, zo'n opmerking, Bea, merk ik dat jij niks weet van de vlogwereld. Dan raak ik zo al mijn abonnees kwijt, een stuk of 8. Dus dat ga ik niet. Nee. Ik ga door, hoofdpijn of niet. Nou, sterkte dan. Ja, joh. Ja. Dag. Vlog ze. Ja, welkom alweer bij Martin's Review. Fijn. En vandaag reviewen we deze wandspiegels. Ik zeg spiegels, want je krijgt er 2. Er zitten 2 in de verpakking. Het mooie ervan is dat ze ultra licht zijn. Nou, we gaan hem wegen. Nou, dat is 45 gram. Dat is bijna niks. Dat is ongelooflijk. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Het is natuurlijk ook heel erg handig om ermee te gaan reizen. Dag, ga op reis. Met mijn spiegel. Nou wilde ik hem ophangen en er zit geen haakje aan. Dus dan moet ik dat met plakband doen. Er werd er ook niet bij geleverd. Maar goed, het is dus zo. Ik zie mezelf... vaag. Ik, alsof er een waas over zit. Dat is toch niet echt de bedoeling? Het is toch de bedoeling dat je je spiegelbeeld ziet? Ik zie wel brillen en een snor, maar nee. Het is nu alweer tijd voor de conclusies. De voordelen, zeer licht gewicht, 45 gram. Handig op reis. Makkelijk op te hangen met plakband. De nadelen, hij spiegelt niet goed... En er is geen plakband meegeleverd. Dat was het weer. Laat in de reactie horen wat je ervan vindt. En druk vooral op dat Dida duimpje. Dag. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen... om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlogzacht.